Jonge Lammers, bondscoach van de vrouwen. Oh. De Olympische Spelen is volgende week zondag. Hoe ziet de planning er vanaf nu uit voor de dames? Nou ja, aanstaande zondag vliegen we dus naar Rio. En dan hebben we de verschillende dagen die nog resten. Hebben we natuurlijk, moeten we acclimatiseren, tijdsverschil overbruggen. En nou ja, nog de goede training afwerken. Dat is meestal de gewone planning. En dan donderdag en vrijdag hebben we dan nog tactische besprekingen. Dan is iedereen klaar, denk ik. U heeft met Anne van der Breggen, Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk een sterk viertal geselecteerd. Ja. Wat is de tactiek? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. De tactiek zullen wij nog wel bespreken. We hebben dat inmiddels al wel gedaan. Maar alle details nog een keer doornemen, dat zullen we in de komende week nog een keer doen. U stopt na het WK als bondscoach, als technisch directeur. Ja. Het zou wel heel mooi afscheid zijn als Nederland 1 of 2 gouden medailles wint. Ja, zeker. Daar streven we ook naar. Hè. Zo zit topsport in elkaar. Het allerhoogste treetje proberen te halen. Als eerste over de streep komen. Dus ik hoop dat ik met een aantal medailles afscheid kan nemen. 4 jaar geleden heeft Marianne Vos natuurlijk goud behaald op de Spelen. Hoe groot is de kans dat zij weer een gouden medaille pakt? Of een ander Nederlands team? Er is een kans. Het is misschien niet in percentages uit te drukken, maar er is in ieder geval een kans. Ze gaat weer heel goed. Ik denk dat iedereen de uitslagen heeft kunnen zien dat ze weer op hoog niveau presteert. Maar goed, we hebben ook nog met Anna van der Breggen iemand anders die het heel goed doet. Dus ik denk Marianne een kans heeft. Maar goed, het is altijd de vraag hoe loopt de wedstrijd en kan ze die kans verzilveren. Ja. Is de Olympische wegwedstrijd een beetje te vergelijken met het WK? Ook een onvoorspelbare eendagskoers? Ik denk dat elke eendagskoers wel enigszins voorspelbaar is. Maar er is natuurlijk veel scenario's zijn mogelijk. Ten opzichte van het WK is het toch anders. Hè? Het is een veel kleiner peloton. Het zijn uiteindelijk 67 rensters. En er zijn natuurlijk nog wat exotische landen daarbij. Dus het is misschien aan de ene kant wat minder tegenstand. Maar wel tegenstand die dan heel sterk op elkaar zal letten.